linksaf. En weer links. Ja. Maar de invoeren ging goed daarnet. Voor je gevoel? Jawel, vond ik iets te vroeg. Heb je ook op je schouder gekeken? Nee, volgens mij niet. Krapjes hoor voor die auto langs die achter je zat. Ja, dus, de invoer ging wel goed. Ik had eventjes als ik kan dat ik even die linker auto even afgewacht die links naast je zat. Ja. Want die kan ook naar rechts komen. Hè? Ja, okay. Maar goed, dat kon ook eigenlijk niet, want je had een hele korte invoerstrook. Ja. Maar zoals deze auto, die val je wel een klein beetje lastig hoor. Okay. Dat mag niet. Nou, gaan we het plein drie kwart rond richting Zwolle Centrum, hè? Ja. Dus naar het plein linksaf richting Zwolle Centrum. Ja. Moet je ook alweer kijken? Links is gewoon voor, buiten is gewoon. Ja, goed zo. En dan buitenspiegel blijven kijken op het moment dat je hier verplaatst, hè? Ja. Ja, keurig. Ik miste weer je schouder. Nou, linksaf drie kwart rond. Ja. Nou, belangrijk is ook dat je blijft scannen, hè? Dat je om de 2-3 seconden achter je kijkt wat er om je heen gebeurt. Laat je hier zo naar het midden lopen, heel goed. Richting aan de rechts. Ja, blijf scannen, hè. En dan zit je gelijk op de goede rijstrook voor om dadelijk linksaf naar het Zwolle Centrum toe te gaan. Keurig. Heel mooi. Hier verderop bij de tweede stel verkeerslicht moet je linksaf naar Zwolle zijn. We gaan richting Hasselt-Geenemuiden, Balbron. Je hebt altijd meerdere mogelijkheden om situaties op te lossen op het plein. Hè. Je hebt altijd de keuze uit twee rijstroken. Hè. Dus als hier een grote vrachtwagen rijdt, kun je altijd de linker rijstrook pakken voor rechtdoor. Hè. Ja. Maar als er niks is, is dit het simpelst. En hier richting aan de rechts. Mooi dat die correctie niet op de camera zichtbaar is, hè? Heel mooi. Oké. Nou gaan we naar Meppel, drie kwart rond. Borden richting Meppel blijven volgen totdat je een tegenbericht krijgt. Ja.
Je weet hoe je kunt zien dat het verkeerslicht op groen komt? Als die stoppen. Nee, het verkeerslicht. Je kunt het nou niet goed zien, maar soms kun je het verkeerslicht zien. Ja, nee, dan zie je het niet. Ja, dan weet je, als die op rood springt, komt hij wel eens op groen. Ja. Ja, zie je, nou springt hij op oranje. En dan springt hij wel eens op groen. Goed, hè? Hey, er zit een vrachtwagen achter je, zie je dat? Ja. Als die nou voor je gestaan had, had je ook die rechterrijstrook voor mogen pakken. Ja. Dus eigenlijk is de essentie op een plein dat je een beetje de snelste rijstrook kiest. Ja. En de rijstrook wisselen, dat je dat zorgvuldig doet en netjes doet. Ja. Richting aan de rechts, ja. Nou was je gezakt. Vol gas. Plankie, plankie. Vol gas. Spiegelen. Naar rechts. Eerst goed spiegelen. En dan naar rechts. Ja, die auto, die Golf die nou achter je zit, die reed met je mee aan de rechterkant. Dat doet er heel veel hoor, verkeerde rijstrook rijden. En dat moet je wel in de gaten hebben. Hè. Je moet wel, je zag hem niet. Je keek niet goed over je schouder. Hè. Nou kom je eens erachter. Dat door je hoek kijken belangrijk is, hè? Ja. Nou, invoegen. Ik zou naar Meppel toe. Kijk uit, hoor. Oh, bliksem studeren. Gelijk weer herstellen en aanpassen, hè? Denk aan die vrachtwagens. Niet doen, niet doen, niet doen. Gewoon erachter blijven. Ja. Het simpelste wat er is. Nou, spiegelen. Binnen, voor, buiten, schouder, richting aan en wegwezen. Hup, nu. Gaan. Die Golf moet je niks aan aantrekken, want die moet je gewoon. Moet zich aan jou aanpassen. Hè? Ja. Nou, als je kan inhalen, hè, want je mag 100, hè? Ja. Klopt dan. Hoppa. Buiten schouder, ja. Uit de richting, ja. Goed zo. Dan kan je 2 seconden schakelen. Goed zo. Nou, Zwolle Noord en Almelo er weer af. Ja, dat doe je goed, hè? Binnen, voor, buiten schouder, buiten spiegel blijven kijken. Keurig. Dan mag je onderaan rechts en daarna gelijk weer links richting Bergen. Ja. Hop. Dus onderaan rechts en gelijk daarna weer links richting Bergen. Gaat niet meer, hè? Nee, gaat niet meer. Wat je er nou wel moet oplossen, hè? Eerder daarheen. Wat, waar daarheen? Eerder, dat komt er niet, dat komt er niet. Er zat een auto tussen. Nee, die auto gewoon laten gaan, denk ik. Ja. Als er nou weer rij auto's aankomen, dan? Wel rechtdoor, denk ik. Je had toch 2 rijstroken wel links af, of niet? Ja. Welke rijstrook pakt je? De rechter. Dat had je beter kunnen doen. De linker. Ja. Dan had je links uitgekomen. Dan had je geen problemen gehad om die auto maar nou oplossen. Maar joh, ik wil wel die kant op. Dus, hoe los je dat op? Hier links was. Ja, gewoon keren. Ja. Dus dan kun je 10 keer beter verkeerd rijden. Dat je zegt, ja sorry, ik heb de verkeerde rijstrook genomen. Ja. En dan maar veilig oplossen. Want dan ben je nog niet gezakt, hè. Nee. Zoals nu. Nu ben je gezakt omdat je op examen, want omdat ik je een ingreep moest geven voor die auto. Snap je? En als je het gewoon veilig oplost, had je het hier gewoon gekeerd, was het ook goed geweest. Ja, doordraaien en dan wachten op die auto's. Ja, oké.
iets rustiger met je gas omgaan. Kijk, Charles ziet ook op. Ik bedoel, dan heb je wel een dikke fout gemaakt omdat je het te laat zag, maar je lost het wel veilig op. En dat is eigenlijk veel belangrijker, hè? Ja. Mag je rechtsaf. Maar hou je hier ook wel weer rekening mee? Fietsen is van beide kanten. Heel goed, heel goed. Van de Valk, hè? Nee. Je hebt nog zo'n plein aan de andere kant van Instadshagen. Oké. Oké, mag je in deze weg de omkeeropdracht doen? Oké. Okay. Omkeeropdracht? Ja. Ja, mooie oplossing, hè? Je had ook een keer rond mogen draaien, was ook een goede oplossing geweest. Maar dit bocht achteruit is altijd goed, hè? Ja. Burg. Beetje goed om je heen gescand, dus netjes. Gaan we linksaf. Linksaf. En dan mag je in die straat de stopopdracht doen. De stopopdracht. Ja. Ik zou dat nooit gelijk doen als ik jou was. Ik neem altijd de tijd, hè. Ja. Zoek een mooie ruime plek op waar je het makkelijk hebt. En als je even bij een uitrit doet, is dat niet zo erg, hoor. Omdat je toch gelijk weer doorrijdt. Je parkeert niet, hè. Kijk, je staat wel voor een uitrit, maar ik bedoel, je parkeert niet, dus je rijdt gelijk weer verder. Dus dan is dat ook niet erg. Ja, keurig hoor. Weet je hoe dit stadsgedeelte heet? Nee. Het is Berkum. Oké. Nou, mag je... Het eerstkomende stuk van je rijden de auto zoveel mogelijk rollend houden. Het rollend vermogen van de auto gebruiken. Oké. Ja? Ja. Aan linksaf. Nou, dit is de Brederostraat. Dat is een straat waar ze heel vaak met examen doorgaan. Omdat er van alles in zit, hè? Allerlei soorten kruispunten en overzichtelijk, onoverzichtelijk, voorrang, geen voorrang. Zo'n 9 van de 10 keer komen ze hier wel erin op examen. Ja, dan moet je weer kijken, hè, want je mag niet achteruit zakken. Net de auto achter je. Als de trekhaak er tegenaan loopt, heb je een probleem. Het hellingproef zonder handrem toepassen, hè? Ja. Mag je de tweede weg rechts? Tweede weg rechts. Ja. Ja, goed dat je ook goed links blijft kijken, dat is ook super belangrijk. Je zou ook in de 2 overheen als ik jou was. Je ziet daar niet zoveel, hoor.
Denk je nog aan het rollend houden? Oh ja. Ja. Rollend vermogen gebruiken, maar je stond al niet stil, dus het is goed. Ik had wel de indruk dat je een klein beetje kwijt was. Nou, dit zijn altijd leuke situaties. Hè? Je moet je ogen van voor en van achter hebben. Nou. Ja. Dus wel in twee. Wel in twee. Maar zoveel mogelijk links rijden, dat je een beetje tussenruimte hebt van die voetgangers. Een beetje links rijden, helemaal links. Maar gewoon voorzichtig, rustig aan, goed uitkijken. Ja. Oh, het gaat goed hoor. Einde weg links. Ja. En kom je op een zogenaamde fietsstraat. Heeft dat nog voor jou consequenties? Dat je... ja, goed oppassen voor fietsers. Ja, goed oppassen voor fietsers, ja. Beetje extra voorzichtig wezen, hè? Ja. Ja. Maar voor de rest heeft het geen andere consequenties, hè. Dus gewoon de fietsstraat ziet er iets anders uit dan anders. Maar... ja. Zie je al waar je heen moet? Rechtsaf. Ja. Als je goed in de verte kijkt, dan zie je dat heel vroeg van tevoren, ja. Hè? Nou, je zult hem wel niet rollen kunnen houden, maar je doet wel een poging, hè? Ja. Wel de 1 gebruiken, anders lukt dat niet zo. Ja. En dan laat je een beetje ruimte voor die fietsers hier rechts. Dat vind ik niet jovel hoor, dat je dat doet. Als je het afsluit, is het veel veiliger. En dan gaan ze wel achter je, blijven ze achter je, en dat is veel veiliger. Kun je ze niet klemrijden, maar nu moet je eigenlijk weer over je rechter schouder kijken om na te controleren. Hè? Zie hoe mooi die ouders ervoor staan, hoe rot punt dat is. Ja. Echt een heel lastig punt. Nou, we gaan ons beroemde rondje even weer rijden, hè? Ja. Linksaf. Nou, dat rollend houden mag je nu mee stoppen. Maar wat we nu wel gaan doen, is dat je alleen maar in de rechtuitstand mag schakelen. Dus je mag niet meer schakelen als je in een bos zit. Alleen maar rechtuit, ja? Okay. Ja, spiegel de richting aan. Laat me vroegtijdig zien dat je dat door hebt waar je heen moet. Hè? Dat is best... best wel goed als je dat doet. Ja, blijven rollen. Keurig. Ja, dat is minder. Kun je er nou voorkomen? In de ene. Nee, hoeft nog geen eens. Gewoon laag op de grond, koppeling beter stil houden. Nee, dat kun je wel in twee oplossen hoor, dat is geen probleem. Oké, je mag hier linksaf, ja. Er gebeurt van alles, hè? Je moet echt ogen van voor en van achter hebben. Ja. Ja, goed over je schouder kijken, heel goed. Linksaf? Ja. Daarna mag je weer links. Eigenlijk alleen de 1 moeten naderen. Ja. Maar je ziet het, je mag je links in het hoekje opstellen helemaal daar. Je hebt weinig kruispunten in Zwolle waar je links in het hoekje op kunt stellen, maar dit is er 1 van. Maar dan moet je wel geen auto's van rechts komen, die aankomen die links af willen, want dan kun je je niet opstellen, dan kun je niet oprijden. hier is het belangrijk dat je in de 1 met slippende koppeling super zachtjes nadert, omdat je hier echt verwerkingstijd nodig hebt, omdat het erg druk is. Je ziet het, hè? Het komt van alles, het is druk. Ja. Tegen een uur of half vier, vier uur kun je er al niet meer rijden, want dan is het al zo druk dat je dan een hele poos staat te wachten. Nou, langzaam oprijden. Kom maar, langzaam. Nee. Als die derde auto er niet geweest was, hadden we het wel gekund, ja. Maar nu niet. Nee. Blijven kijken, blijven scannen.
Het is ook gewoon rustig blijven, hè. Ook al sta je een half uur stil, maakt niet uit. En dan komt hij aan, hè? Ja. Naar die fietsers. Ja. Blijven kijken, observeren, blijven observeren. Ja, doe maar. Ja, snel weg, hè? Snel weg, hoor. Dan moet je een klein beetje verder gaan staan, want dan sta je niet meer de achterkant op de weg. Hè. Nou, inderdaad, die auto van links die eraan kwam rijden, hè? Omdat die, ja. Dat je zo te langzaam eigenlijk opreed. Zo vlot naar die middags rijdt, dan is er niks aan de hand. Dan val je de auto niet lastig. Dit is niet goed. Hier ben ik? Ja. Nou kun je van die gelegenheid gebruik maken dat zij voor die... Ja, nu al niet meer. Als je vlotter geweest was, had je samen met die voetgangers kunnen... Ja, ze moeten toch stoppen voor die voetgangers om die voetgangers over te laten steken. Daar had jij gebruik van kunnen maken. Maar je moet het wel weer eerder zien, hè. Je ziet het te laat en dan reageer je er te laat op. Ja, dan loop je achter de feiten aan. Dan weer linksaf, de inrit in. Ja. De inrit in rijden we altijd in de 1, hè. In de 1 terug, ja, slippende koppeling, goed zo. Inrit uit en in, allebei in de eerste versnelling. Nou, ja. Spugen ze namelijk, wat een lol, joh. Zeg dat? Ja, ik zag het. Leuk, joh. Ben je ook gestoord? Linksaf. Dan mag je helemaal doorrijden naar het einde en dan gaan we helemaal achteraan weer rechtsaf. Het einde van de weg rechts. Dat is ook een lekker punt, hè? Ja. Dan mag je bij de verkeerslichten weer links. Okay. Links, klinkt als. Ja. Tegenover de schelpkant van rechts, hè? Wat ze hier heel vaak doen is over de brug weer rechts, maar dat doen wij niet. Maar als je dat wel moet doen, dan kun je best op het fietspad voorsteren daar verderop. Okay. Ja? Ja. En wij gaan nu rechtdoor en dan gaan we verder op linksaf de inrit in. Okay. Nou, voor die lege winkel gaan we linksaf de inrit in. Ja. Gaan we even een rondje achterlangs rijden. Wel even in de 1 zetten. Ja. Je weet het, hè? Oprit, oh, ja, op en af, eerst versnelling. Ja. En alleen maar in de rechtuitstand schakelen, hè? Dus kijk uit dat je niet in de bocht schakelt. Anders, ja. Nou, mag je rechts bij de parkeermeter even stoppen? Doe even de hellingproef. Ja. Zonder handrem, met de voet. Ja. Ja? Nou, het is wel jammer dat je vergeet te spiegelen. Oh ja. Soms, hè? Doe je de hellingproef goed en dan kijk je niet in de spiegel. Ja. Hetzelfde als met wegrijden. Dus je laat de koppeling pakken totdat het trilt en dan kijk je binnen, ja. Buiten schouder. Buiten spiegel blijven kijken richting aan de rijweg. Nou, als je goed vooruit kijkt, dan zie je waar je heen moet. En ik wil dadelijk over de brug gewoon rechtdoor. Ja. Okay. Ja? Ja. Je ziet al een blauw bord staan, zie je dat verderop? Ja. Dat je rechts aan moet. Nou, en dan moet je de rijstrook voor erdoor pakken op de brug, dus dat is de linker rijstrook. Ja. Dat is een uitrit, dus alle verkeer heeft weer recht op een vrije doorgang, zeggen ze dan officieel. Nou, je treft het wel weer. Ja, ja. Lekker druk. Houd niet over met die voetgangers, hoor. Zeg je? Zeg, houd niet over met die voetgangers. Het scheelde niet veel of je had ze gehinderd. Het ging nog net, maar het was al niet netjes meer. Ga rechtsaf. Okay. Rechtsaf.
Links en gelijk weer rechts, het erf op. Dan mag je de parkeeropdracht wel even doen op dit erf. Dat komt niet goed, dat komt niet goed. Dan ben je een beetje laat. Wat is je eerste moment? De achterbank bij de... Nee, de achterkant van de auto hoor, je vergist je een beetje. Hij heeft een stukje recht uit. Even wielen recht zetten. Wielen recht. Ja, allemaal. En nu sta je op je eerste moment. Als je achterkant van de auto bij de linkerkant van die grijze auto, die Suzuki. Ja. Dus is je eens, die moet heel dicht langs, met jij helemaal insturen, heel snel. Dan moet je heel dicht met je auto vlak langs de grijze auto rijden. Dan doe je het goed. Denk aan je hak. Hak op de rond. Ja, hoor. Oh, kijk uit. Ja, rechts zetten. Ja. Voilà. Hier een beetje te dicht bij die rode auto, zie je dat? Dus, nou, rechts op. Wel moedig dat je achteruit in een vak parkeerde. Maar het is wel belangrijk dat je dat. Ja, ik vind dat als je vooruit in een vak zet, heb ik nog liever dan dat je dit doet. Hè? Dat je hem achteruit in een vak zet en hem laat mislukken. Maar je moet wel zelf uit jezelf stoppen en geen schade rijden hoor, want anders vinden ze het niet goed. Uitreden eruit, hoe hard mag je hier? 15. 15 kilometer, ja, correct. Dat is veranderd hè. Schakel maar. Gewoon in twee stationair rijden, dat wil goed. Mag je uitreden uit rechts? Ja. Nou, als je een erf verlaat, alle verkeer weer voor laten gaan, dat is ook uitredenconstructie. Ja. En dan linksaf. Ja. Linksaf. Ja, had je beter even in één met slippende koppen kunnen doen. Hè? Nou, goed kijken hier, dat is een levensgevaarlijk rotpunt. Hier heb je die auto's in het zicht staan en die boom, zie je dat? Ja. Dus, macht het belangrijk dat je in de met slippende koppeling heel voorzichtig goed nadert. Neem de tijd om te kijken en snel in en weer kijken. Ja, als je die kunt zien, heel langzaam oprollen zoals je nu doet, hè, dat doe je perfect. Keurig. Ik zou even achter die fietsen blijven dat ik jou was. En dit is een kruispunt, daar zou je ook links in het hoekje op kunnen stellen, maar doen we hier niet. Dan blijven we recht oversteken. Tussen de middenberm mag je wel opstellen, dat is geen probleem. Ja, doorgaan. Kom maar. Kom maar, maar dat is een uitreconstructie. Doe dan. Je hebt voorrang. Ze moeten op jou wachten. Dat is een uitreconstructie. Ja, laat aan je rijgedrag zien dat je weet hoe dat in elkaar zit. Hè? Nou, gaan we rechtsaf. De nacontrole, ja, goed zo. Links. Hierin? Ja, in de parkeerplaats op, ja. Dan mag je op deze parkeerplaats, we gaan hier maar even links zo. Mag je op deze parkeerplaats nog een keer en hierin nog een keer de parkeeropdracht doen. Ja. Hoe dichter je aan de kant gaat staan, hoe lastiger het wordt. Hè? Je mag een meter, anderhalve meter uit de goot. Okay. Nou, sta je een beetje buiten je vak, doe je de deurs los? Ja. Nou, die boom achter je gezien? Ja, had je daar rekening mee gehouden? Ja. Je reed wel behoorlijk door, hè? Ja.
Oké, okay, linksaf. Je moet zeker te weten dat je goed achteruit kunt file parkeren hoor. Anders zou ik gewoon kiezen voor vooruit in een vak parkeren. Ja. Maar dat mag ook, hè? Ja. Maar je moet het wel veilig kunnen hoor. We gaan naar die flats toe verderop. Ja. Gaan we die kant op, die lesauto achteraan. Ja. En dan mag je in die straat ergens weer de omkeeropdracht doen. Oké. Okay. Go to experience door? Of wat doet die? Ik weet niet wat die aan het doen is. Nou. Ja, daar kon ook wel een tegenligger aan komen, dus daar moet je wel mee uitkijken. Hè? Want ja. hij zal niet van niks daar stoppen. Ik weet niet wat hij van plan is, maar de omkeeropdracht hier. Ja, dat is een hele mooie oplossing hier, hè? Gewoon achteruit in het vak. Ja. Denk aan Jack. Gebruik je hak, met je hak op de grond werken. Ja. Je wint de schoonheidsprijs niet hoor, door hem zo scheef neer te zetten. Natuurlijk wel leuk als je een beetje in het vak zet. Hè? Ja. Het is niet echt nodig, maar. Nou, mag je in dit straatje wel even de omkeeropdracht doen? Ja? Zou er nog een klein netje doorrijden, Joost? Je hebt nog een klein stukje. Ja. Denk je aan het tegensturen? Nee. Maar ik neem aan dat je wil keren in drie keer steken? Ja, dat... Ja. Dat snel overpakken, hè. Ram, ram, ram. Wie links houden in de stoeprand kijken. Links houden de stoeprand. Tegensturen nu. Zachtjes, hè. Denk aan Jaak, hè. Ja. Gebruik je hak op de grond. Zo belangrijk, joh. Heb je veel meer controle over je voertuig, hè. Maar je haalt hem wel, gelukkig. Nog rechtsaf. Dus op je lange rechterweg, als je niks, geen andere mogelijkheden hebt, dan kies je voor keren. Hè? Maar alleen maar op een lange rechterweg. Hè? Andere mogelijkheden, zoals bocht achteruit en halve draai, zijn altijd veel mooier dan keren. Want keren moet je drie keer de weg over. Hè? Ja. Nou, dit kruispunt stellen we ons. Je kunt dus in het midden bellen, maar het is niet echt handig om dat hier te doen. En links het hoekje opstellen wil ook niet hier, dan nee. Dus ga je echt helemaal rechts staan. Ja. Nou, mag je hier nog een keer de omkeeropdracht doen? Ja. En dan mag je wel kiezen voor de halve draaien, ja? Oké. Om even te laten zien dat dat ook een goede oplossing is, hè? Goede scan- en kijktechniek gebruiken, goed om je heen scannen. Ja, nou rondgooien. Goed zo. Je moet wel een beetje de ruimte pakken in die zijweg, en anders red je het niet in één keer rond. Ja? Gaan we rechtsaf. Nou, er zit ook een auto achter je, dus het is handig om je nu op het fietspad voor te sturen, helemaal rechts. Ja? Dan kan die auto mooi links langs je heen, zie je dat? Ja. Dan kun jij mooi helemaal rechts rijden. Als er nou niks achter je zit, mag je wel naast het fietspad rijden. Okay. Maar dan doe je na-controle voordat je het fietspad overgaat. Ja. Linker spiegel, linker schouder voordat je inhaalt. Hè? Dan ga je een geparkeerde auto voorbij zonder dat je in je spiegels kijkt. Dan heb je al een slechte beurt gemaakt op examen. Okay. Dan linksaf. Ja, inderdaad. We gaan bij het pleintje dadelijk kwadrond rechtsaf. Kwadrond rechtsaf. Ja. Ja, eerst kijken, hè.
Ik ben blij dat je ze inhaalt hoor, want als je kan moet je ze wel inhalen, niet achterblijven rijden, maar wel goed binnen, buiten schouder, linker spiegel richting aan. Die tweede eentje, die hadden ze moeten hebben, zie je dat? Ja. Plein driekwart, linksaf. Plein driekwart, linksaf. Nou, het is lekker druk weer. Hm? Ja. Nou, zo moeten we het hebben, hè? Ja. Ik zou nog zo rustig niet. Hallo? Ik was hier weg geweest. Ik ga dat je niet op het fietspad gaat staan hoor, want dan blokkeer je het fietspad hè. Doorgang voor dwarsverkeer altijd vrijlaten. Ja, dat doe je wel netjes. Alleen die, dat middenstuk had je niet hoeven raken. Nou, we gaan een half rond rechtdoor hè. Richting even een tikje. Je verandert van rijstrook, dus je spiegelde mooi. Dus kijk goed over je schouder. Ja, snel weg, hè? Met gas, vlot weg. Je laat jou weer een steekje vallen, hoor. Ik bedoel, die Mercedes ook, die had je zat kunnen hebben, al was je drie kwart rond gegaan. Hè? Maar je moet wel je besluitvorming een beetje. Was een beetje aan het aarzelen en dan komt je niet ten goede. Middags, hè? Ja. Deze kun je in twee etappes nemen, hè? Die eerste stuk eerst en dan het tweede stuk, of in één keer door. Maar wel in rekening houden met dat de fietsers van beide kanten komen, van links en van rechts, aan beide kanten van de weg rijden, hè? Ja. Dan heb je hier ook weer fietsers van beide kanten, hè? Ja. In de één terug, slip in de koppeling, blijven rollen, slip in de koppeling. Dan kom je te dichtbij, hoor. Moet je eerder oplossen. Ja, snel weg. Is je ruimtekussen niet meer in orde, hè? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van het oude rijden, dat je die veilige ruimte om je heen goed houdt. Hè? Dat is super belangrijk. Ja. Mag je linker rijstrook pakken, want we gaan verder op linksaf richting Deltion. Dan mag je de navigatie even instellen. Ja, indrukken dat die tevoorschijn komt. Goed zo. Instellen op de Tulpstraat in Zwolle. Adres. Ja. Tulp. Nee, plaats Zwolle. Ja, is goed. Ja. Nummer 3. Nog maar een keer oké. Ja, super. Oké. Mag je me gaan volgen?